Hallo, mijn naam is Jeroen Vorm en vandaag ga ik jullie iets vertellen over de bek en bodem in high definition, EMG's en elektrostimulatie met de MAPLE. Dit zijn mijn disclosures. Ik ben nu ook in de afrondende fase van mijn PhD aan de Universiteit van Leiden en Antwerpen. Om een goed meetapparaat te hebben, zijn de betrouwbaarheid en validiteit heel belangrijk. De betrouwbaarheid kan je testen door een test hertoets te doen, door dezelfde patiënt nog een keer te meten en kijken of je ongeveer hetzelfde meet. Dat kan op één dag of op een andere dag kan je dat doen. En dat kan je met dezelfde persoon die de meting uitvoert of met een andere persoon doen, de intra- of inter-rater reliability. Daarnaast heb je de validiteit. En de validiteit is het niveau waarop het bewijs in de theorie, in de literatuur of wat je met de gouden standaard meet, of dat de uitkomsten en resultaten van jouw metingen ondersteunt. Je ziet hier ook op de slide zie je een representatie van de validiteit en betrouwbaarheid. Van links naar rechts, je ziet een soort schietschijf waar je elke keer in de roos probeert te schieten. Het eerste plaatje aan de linkerzijde, die is wel betrouwbaar. En je schiet elke keer ongeveer op dezelfde plek, maar is niet valide, want je wil natuurlijk de roos raken. Het tweede plaatje is dat je schiet eigenlijk heel mooi verdeeld. Weer, maar eigenlijk raak je de hele roos, dus het hele schietschijf en niet precies in de roos. Dus die is wel valide, het is mooi verdeeld, maar het is niet betrouwbaar. Het derde plaatje, dan raak je maar de helft van je schietschijf en dan is het inderdaad niet betrouwbaar, maar ook niet valide. En het laatste plaatje is, je schiet elke keer ongeveer in de roos, die is betrouwbaar en valide. Nu naar de anatomie van de bekkenbodem. Zoals jullie weten, heeft de bekkenbodem aan verschillende spieren, aan verschillende zijdes en verschillende dieptes. Die worden geïnnerveerd door twee verschillende zenuwen. Je hebt de nervus vaderani, die is primair verantwoordelijk voor het innerveren van de diepere lagen van de bekkenbodem. En daarnaast heb je de nervus pudendus, die primair verantwoordelijk is voor de innervatie van de wat oppervlakkigere spieren van de bekkenbodem. Met de MAPLE meet je EMG. Nou, wat is EMG? EMG is de extracellulaire opname van de bio-elektrische activiteit die gegenereerd wordt door de spiervezels, door de muscle fibers. En dat genereren ze omdat er vanuit je hersenen een signaaltje komt wat over je zenuwen loopt naar een motorunit en de motoruiteinde. En die geeft een signaaltje door waardoor er een potentiaal over de spiervezels gaat lopen. En dat potentiaal, als dat over de spiervezels loopt, zorgt dat die samentrekt als het potentiaal langskomt en weer loslaat. En rechts zie je een representatie van een actiepotentiaal waar je de repolarisatie en de depolarisatie en de repolarisatie hebt. En dan weer dat die weer normaal gaat. Het EMG dat je meet is afhankelijk van de zenuw die de spier innerveert, de spiersamenstelling, de locatie van je elektrodes ten opzichte van je spiervezels en de grootte en de vorm van je elektrodes. Het is ook belangrijk om te weten dat je met EMG een potentiaal verschil meet. Dus je meet niet dit piekje zoals je hier meet, maar je meet het potentiaal verschil van de ene elektrode ten opzichte van een andere elektrode, dat is de actieve manier, of van één elektrode ten opzichte van een globale referentie. Daar kom ik zo nog op. EMG kan je voor twee dingen gebruiken in de bek- en fysiotherapie. Het wordt vooral nu gebruikt voor biofeedback. En dat is het proces om je meer bewust te worden van je bek en bodem door middel van visuele en auditieve signalen die je met biofeedback kan meten en terug kan geven naar de patiënt. En daarnaast, maar in veel mindere mate, kan het ook worden gebruikt voor de diagnose om de spierfunctie te beoordelen. De bekendste meetmethode is bipolair over één spier. Daarmee maak je gebruik van twee actieve elektrodes. Als je er twee, moet je twee elektrodes plakken op een spier in de lengte van de spiervezels. En als je dan samentrekt en ontspant, meet je het verschil, potentiaal verschil tussen die twee elektrodes. En dan krijg je die karakteristieke sinusachtige golf die de contractie en de relaxatie eigenlijk weergeeft. En dit zegt iets over deze spier van mij.
Als je hetzelfde gaat toepassen over meerdere spieren, gebeurt er eigenlijk iets raars. Het is alsof je een elektrode op je ene bovenarm plakt en op je andere onderarm, dan je arm gaat bewegen. En dan iets zinnigs probeert te zeggen over de EMG-activiteit van een van deze twee spieren of die twee spieren samen. Want zoals ik net zei, het EMG is afhankelijk van de zenuw die de spier stimuleert en de spiersamenstelling. En deze twee spieren het zijn andere spieren, dus ze hebben een andere samenstelling. En daarnaast worden ze geïnnerveerd door andere zenuwen. Dus eigenlijk is deze methode niet valide. Eigenlijk, hij is niet valide. En dat is nou precies hoe de huidige bipolaire probes werken. Ze hebben grote platen of grote ringen, waarbij ze links met rechts vergelijken in de platen, waar heel veel spieren samen worden genomen. En ook of ze vergelijken diep en oppervlakkig. Waarbij ze de diepe spieren ten opzichte van de oppervlakkige EMG-activiteit vergelijken. Dus dat zegt eigenlijk niks over de activiteit van de spieren. Dus inderdaad, je kan niet de verschillende zijdes en de verschillende dieptes meten of stimuleren van de bekkenbodem. Er is geen informatie over de individuele spieren. En daarnaast is er ook geen wetenschappelijk bewijs over de spieractiviteit van een gezonde bekkenbodem. En dit was 11 jaar geleden of 12 jaar geleden, is zo het idee van de MAPLE ontstaan. Kan dat niet beter? De MAPLE maakt gebruik van een andere meetmethode, namelijk unipolair. Dan hebben we één actieve elektrode. Hier zie je hem trouwens, dit is de MAPLE. Hij heeft aan vier zijdes en op zes dieptes heeft hij elektrodes. En op elke van deze elektrodes meet je het potentiaal ten opzichte van een globale referentie, van het gemiddelde van alle 24. Deze meetmethode heeft twee voordelen. Eén is dat het met deze meetmethode wel valide is om verschillende spieren met elkaar te vergelijken. En de tweede is dat je ook, dus binnen een patiënt, en het tweede is dat je ook tussen patiënten dezelfde spieren mag vergelijken. Waarmee de MAPLE je dus in staat stelt om het ook te gebruiken voor diagnose of voorgang. Het eerste wat we gedaan hebben is de betrouwbaarheid en differentiatie van EMG-signalen gemeten met de MAPLE in gezonde proefpersonen te onderzoeken. Dat hebben we gedaan bij 229 personen. We hadden 5 groepen, 1 groep mannen en 4 groepen vrouwen. En die groepen vrouwen hebben we onderverdeeld in wel niet bevallen en pre- en postmenopausaal. Die hebben we 5 taken laten doen. We hebben ze een rusttaak laten doen, een korte contractie, een duurcontractie, laten hoesten en laten persen. We hebben de EMG-waardes per elektrode hebben we geregistreerd. Daarnaast hebben we een test-hertest gedaan in een kleine subgroep. Maar als eerste hebben we gedaan, hebben we de elektrodelocatie ten opzichte van de anatomie hebben we geverifieerd in de MRI. Nou, dat ziet er zo uit. De twee bovenste plaatjes is een man anaal gemeten. De twee onderste plaatjes is een vrouw vaginaal gemeten. Het eerste plaatje aan de linkerkant linksboven kijk je tegen zulke plakjes aan. Dus het coronale view. Dus dan heb je hier de linkerkant en de rechterkant van de bekkenbodem. En daar zie je dat je aan de verschillende zijdes op verschillende dieptes vrienden spieren hebt. Eerst de externe anaal sphincter. Dus dan een beetje dieper gaat de puborectalis. En hier ilion pubococcygeus. Als je dan naar het sagittale beeld gaat. Dan is die zo dan gesneden. Kijk je zo er tegenaan. Dan zie je aan de achterzijde zijn staartbeen. Aan de voorzijde zie je de blaas. En hier ligt dan het urogenitale diafragma. En hier weer de puborectalis aan de achterkant. En hier de iliopubococcygeus die aan het coccygeus en aan het staartbeen vastzitten. Als je dan kijkt naar het plaatje linksonder van de vrouw, coronaal. Dus kijk je weer tegen dit vlak aan. Heb je links-rechts eerst de bulbus bronchiosus ischiocavernosus, dan iets dieper de puborectalis en dan weer de ilio en de pubococcygeus. En als je hier tegen dit vlak zo aankijkt, het sagittale plaatje, dat is het plaatje rechtsonder, heb je aan de de voorzijde zie je weer de blaas, weer het urogenitale diafragma met de uretra, uretrale sphincter, etc. En daarachter heb je het anale kanaal en de spieren die daar omheen liggen. We hebben, zoals ik zei, ook de EMG-signalen gemeten. Hier zie je de 3 taken rust, kortcontractie en duurcontractie.
En je ziet een aantal grijswaarden. Je ziet donkergrijs is een groep premenopausaal niet bevallen. De iets lichtgrijzere groep is de groep premenopausaal wel bevallen. En de lichtste groep is de groep postmenopausaal wel bevallen. Van de groep postmenopausaal niet bevallen, de vierde groep vrouwen, hadden we helaas maar vier vrijwilligers. Dus die groep was te klein om mee te nemen in statistische analyses. En daarnaast zie je per groep zie je ook drie symbooltjes. Je hebt het diamantje, dat is de puborectalis. Het rondje is zijn de ilio- en pubococcygius. En het driehoekje is de bulbospongiosis en ischiocavernosis. Dit is dus de verschillende groep. En wat je dus ziet is als het verschil tussen de verschillende acties is dat je vanaf rust naar MVC en een duur is dat je een verhoging ziet van het EMG-signaal. Goed opletten op de as. Bij rust loopt die van 2 tot 16 en hier van 5 tot 45. Dus hij is significant hoger. En dus je ziet, hè, als er wordt aangespannen, zie je een verhoging van de EMG-activiteit, wat je ook verwacht. Wat je daarna ziet is dat binnen een bepaalde test tussen de groepen, dat er een verschil is. En dat je vooral ziet dat wel of niet bevallen, dat een bevalling een heel grote impact heeft, een heel grote negatieve impact heeft op de EMG-signalen van de bekkenbodem. Dus zoals ik zei, we hebben met de MRI hebben we de locatie gevalideerd. We hebben EMG het dichtste bij de individuele spieren kunnen meten. Daarnaast, heb ik nog niet verteld, liet de test-hertest prima tot zeer goede resultaten zien in de intra- en interrater reliability. En er zijn significante verschillen tussen de EMG-waarden binnen de groepen tussen de individuele spieren, tussen verschillende taken en er zijn ook verschillen tussen de verschillende groepen. Dit is in 2012 gepubliceerd in de Neurology and Neurodynamics en het laat zien dat de MAPLE betrouwbaar is. Het is de eerste bouwsteen voor validiteit. Het laat zien dat de MAPLE kan differentiëren. En daarnaast hebben we ook, omdat het gezonde vrijwilligers waren, hebben we een gezonde referentiewaarde kunnen vaststellen. De volgende uitdaging was eigenlijk, ja, hoe kan je dit nou het makkelijkst interpreteren? Als je dat op de traditionele manier zou doen van EMG-weergave, namelijk met een lijntje, zou in het geval van MAPLE, de MAPLE met 24 elektrodes, zou je 24 lijntjes krijgen. En dat is, weet ik uit ervaring, want zo zag namelijk het display van het eerste onderzoek eruit. Daar word je vrij snel, ga je daar schil van kijken. Maar je kan je voorstellen, als je de MAPLE hebt, is de bekkenbodem een soort koker eromheen. En die kan je uitvouwen, dan heb je een soort, zeg maar, de vier zijdes, van diep naar oppervlakkig. Eigenlijk is het hetzelfde als palpatie. Als de patiënt voor je ligt op de behandelbank, op haar rug, dan heb je anterior op 12, links is 3, posterior is 6 en rechts is 9 uur. En dan ga je van oppervlakkig naar diep, zoals in deze animatie ziet. Dus het is echt alsof je in een tunnel gewoon recht in de bekkenbodem kijkt. Ja, we visualiseren de activiteit met twee schalen. We hebben de grijsschaal, dat is een absolute schaal. Die gaat van wit, dat is nul of geen activiteit, naar zwart, dat is hoog of veel activiteit. En de reference comparison mode, daar vergelijk je de patiënt met zijn of haar gezonde referentiewaarde, waarbij wit is hetzelfde als de referentiegroep, blauw is hypo of onderactief of minder activiteit, en rood is hyper. Of hogere of meer activiteit. Met de visualisatie van het git en de IMRI-plaatjes kan je dus aangeven waar in het git je verwacht dat welke spieren liggen. Zoals hier voor vaginaal, dan heb je links en rechts aan de buitenzijde heb je de bulbospongiosis ischiocavernosus. Als je iets dieper gaat, de puborectalis en helemaal diep de iliopubococcygius. Aan de voorzijde het urogenitale diafragma met de uretra en uretrale sphincter, etc. En aan de achterzijde het anale kanaal. Anaal heb je rondom de buitenste elektrode heb je de externe anale sphincter.
Dan heb je de puborectalis die een sling maakt om de achterzijde van het anale kanaal van links naar achter naar rechts. En dan heb je ook de ilion pubococcygius. En aan de voorzijde heb je of het eerste vagina en dan het urogenitale diafragma. En in het geval van de man heb je daar gelijk de uretere uretrale sphincter. Dus hiermee kan je ook aanwijzen welke spier welke activiteit vertoont. Wat we als tweede gedaan hebben, is we hebben de mepotherapie voor overactieve blaas onderzocht in een groep met vrouwen. We hebben ze in twee groepen verdeeld. We hebben gevalideerde vragenlijsten gebruikt, een plasdagboekje, 24 uur spattest en we hebben de EMG-activiteit gemeten. Een van de theorieën waarom mensen last hebben van een overactieve blaas is het ontbreken van de guarding reflex. De guarding reflex is een automatische reflex waarbij als de blaas een beetje begint samen te trekken, je bekkenbodemspieren eigenlijk automatisch terugtrekken, waardoor de blaas wordt geïnhibeerd en dan wordt de blaas weer rustig van. Bij mensen met een overactieve blaas begint de blaas te knijpen, de bekkenbodem blijft eigenlijk stil en daarna moeten ze naar de wc. Wat we hebben gedaan is, we hebben de EMG, we hebben de twee groepen hebben we gemeten met EMG bij inclusie en na 9 weken. En na een half jaar, na een jaar follow-up. En dat hebben we hebben 1 minuut rust, 10 vrijwillige contracties en 3 endurance contracties gemeten. En dit zijn de twee groepen. We begonnen met 58 patiënten. Die hebben we gerandomiseerd in 2 groepen. De bovenste groep, dat is de rode, die hebben we lifestyle instruction en toilet behavior gegeven. En 8 sessies MAPLE met biofeedback. En de controlegroep, de lichtblauwe groep, die hebben we alleen 1 keer lifestyle behavior en toilet instructions gegeven. En we hebben beide groepen weer na 9 weken een hermeting gedaan. In de MAPLE-groep zijn we met 34 geëindigd, in de lifestyle met 24. En dit zijn de resultaten. Bovenin zie je de resultaten van de 24 uur PET-test en van de severity measures, wat een aantal vragen zijn vanuit de King's Health Questionnaire. Wat je ziet van de PET-test is dat bij inclusie de groepen niet significant zijn. En na 9 weken dat de MAPLE-B feedbackgroep significant gedaald is, maar dat de controlegroep eigenlijk ongeveer gelijk is gebleven. En bij de severity measures zie je eigenlijk hetzelfde. Hè? En bij inclusie zijn beide groepen gelijk. En na 9 weken is de MAPLE-groep significant gedaald ten opzichte van de controlegroep. En de controlegroep is ongeveer gelijk gebleven als tijdens inclusie. Daarnaast, wat we ook zagen, is dat er bij de controlegroep geen veranderingen waren in het EMG na 9 weken. Bij de MAPLE-groep zagen we echter een aantal interessante dingen. Wat we zagen, is dat in rust de EMG-activiteit in het diepste, dus aan de voorzijde diep, dat die en een beetje links, dat die significant lager was dan bij inclusie. Daarnaast zagen we dat de MWC, de korte contractie, vooral in de oppervlakkige regionen van de bekkenbodem, dat daar significant meer activiteit gemeten werd na 9 weken of na behandeling met de MAPLE biofeedback. En bij de endurance zagen we iets minder duidelijke verschillen, of bijna geen significante verschillen. Dat is, als je erover nadenkt, is dat ook wel logisch. Want kijk, wat we die patiënten primair geleerd hebben, is de zogenoemde urge suppression techniek. Dat is als je de blaas voert contraheren, dat je dan actief je bekkenbodem aanspant om te kijken of je op die manier de blaas eigenlijk kan kalmeren. En dat zie je hier ook eigenlijk goed in de EMG-resultaten terug. In de EMG-activiteit diep, dus dichtst bij de blaas, is wat minder in rust en de contractie is beter geworden. Nou, dit dus valide vragenlijst laten zien dat biofeedback assisted pelvicular muscle therapy, zoals het officieel heet, met de MAPLE een effectieve behandelmethode is voor OAB. Het laat een significante vermindering van de klachten zien en een verhoging van de kwaliteit van leven. En het is eigenlijk de eerste studie die EMG-activiteit naar verbetering van symptomen en kwaliteit van leven linkt met elkaar. En dat is ook weer gepubliceerd in de Neurology and Urodynamics. Wat we ook hebben gedaan, dat is wat ik vooral in de Universiteit van Antwerpen heb gedaan, is MAPLE met sacrale neuromodulatie.
gedaan. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn, maar wat er dan gebeurt is dat ze een elektrode, een naaldelektrode, vlakbij de nerve pudendus proberen te steken. En dan dat die dus op die manier, door middel van het geven van stroompjes, dat op die manier eigenlijk de bekkenbodem wordt geïnnerveerd. Zodat die mensen weer van hun overactieve blaas afkomen of van hun fecale incontinentie. Er zijn een aantal, of pijn, een aantal indicaties voor het gebruik kan worden. Daar hebben we tijdens het plaatsen van de lead hebben we metingen gedaan. Daarna werden die mensen 3 weken eigenlijk gestimuleerd in een testfase. En dan hebben we ze daarna nog een keer gemeten om te kijken wat het effect was. Oh, en voordat die gestoken wordt, die elektrode, doen ze eerst nog een test met naalden. Nou, we hebben op al die momenten hebben we die metingen gedaan. En er wordt eigenlijk besloten of die mensen geïmplanteerd worden met een soort pacemaker voor je bekkenbodem. Want dat is het uiteindelijk. Als er meer dan 50% reductie is in symptomen. Nou, hoe zag het er dan uit? Boven zie je, dus hebben we met de MAPLE ook weer eigenlijk de reactie van de bekkenbodem op de stimulatie gemeten. In trace A zie je een stimulatiepiekje en dan zie je eigenlijk niks gebeuren. De bekkenbodem blijft stil. Dus die zijn die rode lijntjes en dan niks. In B zie je eigenlijk een EMG-trace waar je de stimulatiepiek ziet. En daarna eigenlijk best wel grote golf. En dat is de compound motion action potential. Of eigenlijk de reactie van de spier op die stimulatie. De spier wordt gestimuleerd en gaat vervolgens samentrekken. En dan zie je dus zo'n golfje. Wat we daar hebben gedaan is dat we weer de betrouwbaarheid hebben getest. We hebben een test-hertest gedaan waar we gebruik hebben gemaakt van intracrascal correlations. En daarnaast hebben we naar de validiteit en feasibility gekeken van de MAPLE pelvic floor muscle EMG motor response versus de visual motor response. Dat er eigenlijk een samentrekking van de bekkenbodem visueel te zien was door de operateur. Want dat is nu de golden standard. En dat hebben we gedaan met weighted kappa, Cohen's kappa en simpele lineaire regressie. Nou, dit waren resultaten voor de reliability. De amplitude had een intra-class correlation van 0,99 en de latency. Dus je hebt eerst de stimulatiepiek, dan even niks en dan de reactie van de spier. En die was ook tussen de metingen, had ook een ICC van 0,93. Dat was ook zeer goed. Hier zie je de validiteit. Hier zie je op de x-as is wanneer er visueel een bekkenbodemreactie te zien was. En op de y-as zie je wanneer we er eentje op de EMG-signalen zagen. En uiteraard is deze rating, de visuele, is gedaan door de operateur op de OK. Maar de rating van wanneer er of er iets te zien was, wanneer er voor het eerst iets te zien was op het signaal, is geblindeerd gedaan voor de visuele respons. En wat we hebben gedaan in het protocol is dat we met een steeds hogere amplitude gestimuleerd hebben van 1, 2, 3, 5, 7 en 10 volt. En wat je dus ziet is dat je in ideaal zou alles op de schuine lijn liggen. En wat je hier ook ziet is dat, ja, dat het een hele goede overeenkomst hebben. Dus als er visueel iets gezien was, zagen we ook iets op het EMG. En dat de weighted kappa, Cohen's kappa van 0,9. En dat zie je ook weer hier. En wat ook wel interessant is om te weten, is dat een motorische EMG-respons, die soms ook wel eerder gezien werd voordat je visueel iets kan waarnemen. Nou, terugkomend op de validiteit en betrouwbaarheid. Deze onderzoeken laten zien dat de MAPLE betrouwbaar is. Er zijn heel belangrijke bouwstenen voor de validiteit van de MAPLE. Dit is hoe we hier nogmaals een opsomming van de betrouwbaarheid. Dat hebben we gedaan omdat bij de gezonde proefpersonen de intra- en interrater ICC's tussen 0,53 en 0,91 waren. En bij sacrale neuromodulatie zagen we nog hogere, dat was 0,99 en 0,93 voor de latency. En die op de OK
waarbij we een stimulatie-impuls gaven, die lijkt betrouwbaarder, maar dat is ook logisch, omdat we dan de innervatie zeg maar aansturen. Terwijl we bij de gezonde proefpersonen de mensen zelf vroegen om aan te spannen en te ontspannen. En ja, als het dan even iets minder hard is, de eerste of de tweede keer, dan kan al de betrouwbaarheid iets achteruit gaan. En daarnaast validiteit. Nou, de locatie van de elektroden hebben we ten opzichte van de spieren is gevalideerd. We zagen verschillende tussen geslacht, tussen man en vrouw, tussen wel niet bevallen en pre-postmenopausaal. En we zagen verschillende verschillen binnen de groepen tussen de spieren en tussen de taken. En we zagen dus verschillende tussen de groepen. Daarnaast hebben we in de OOB-studie hebben we de verschillen in het EMG kunnen relateren aan een vermindering van symptomen en een vermeerdering van de kwaliteit van leven. En een eventuele en kunnen linken aan de guarding reflex. Een verbetering van de guarding reflex. En zoals ik als laatste liet zien, is de bekkenbodem spier EMG reactie is heel sterk gerelateerd met de visuele respons die gezien was. En daarnaast ook de sensory respons. Maar die heb ik nu niet verteld, maar dat kan je allemaal terugvinden in de artikelen. En hier zie je ook de links naar de verschillende artikelen die ik net besproken heb. Nou, dit was het stukje over EMG. Dan gaan we nu naar elektrostimulatie. Elektrostimulatie is eigenlijk al heel oud. Volgens mij begonnen de Romeinen begonnen ermee. Want die dachten dat als je een sidderaal of deze torpedo marmortaro, als je die at, dat goed was voor je gezondheid. En deze vriendelijke vriend die zet op 200 hertz, zendt die 45 volt uit. Dus als je ooit aan het zwemmen bent en je komt hem tegen, ik zou hem niet aanraken, want je krijgt een redelijk goede, zoals we dat in Nederland zeggen, een redelijk goede opponder als je hem aanraakt. Maar dat doet hij dus om zichzelf te beschermen. Nou, waarvoor gebruik je elektrostimulatie in bekkenfysiotherapie? Dat is om de bekkenbodemspierfunctie te verbeteren en om de contractie of de relaxatie. Je kan het ook gebruiken om de blaas te inhiberen of om pijn te verminderen of om een relaxatie teweeg te brengen. Maar eigenlijk is het belangrijkste, je gebruikt het voor bewustwording en de gevoeligheid van de bekkenbodem te verbeteren. Nou, wat doet stimulatie? De stimulatie die prikkelt de perifere zenuwen. En die genereren dan een actiepotentiaal. En je kan zowel afferent als efferent stimuleren. Ik haal die twee altijd door elkaar, maar ik heb een klein bruggetje. Dat is namelijk, ze zijn ongeveer hetzelfde, maar toch niet. Dus same, same, but no same. Same is sensory, is afferent. Motor is efferent. Het is eigenlijk alles wat er met de spier gebeurt of wat men voelt, is afhankelijk van de innervatie van zowel de afferente als de efferente zenuwen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je de stimulatie van de spier, dat dat via de zenuw gebeurt. Je bent nooit de spier direct aan het stimuleren, want daarvoor zijn de stimulatiedrempels veel hoger dan wanneer je de zenuw eigenlijk prikkelt en dat die dan stimuleert. Want als je de spier direct zou willen stimuleren, moet je veel te hoog gaan en dan kom je eigenlijk boven je sensory threshold of boven je gevoeligheid en doet het gewoon veel pijn eigenlijk. Elektrostimulatie is lastig, want er is geen uniforme nomenclatuur. Iedereen gebruikt andere termen in de literatuur. Maximum stimulation, low intensity stimulation, neuromodulation. Het wordt allemaal door elkaar gebruikt. Of neurostimulation. Er is een hele brede range van elektrische stroomparameters. Je hebt verschillende golfvormen, verschillende elektrodes waarmee je stimuleert. De frequentie, de pulsamplitude. Het verschilt allemaal, de pulsduur. Daarnaast is er niet voldoende wetenschappelijk bewijs over de neuroautonomie en de neurofysiologie. En waarom eigenlijk elektrostimulatie werkt. Terwijl men wel weet dat het werkt, maar men begrijpt nog steeds niet zo goed waarom het eigenlijk werkt. En hoe het nou en wat de werkingsmechanismen achter stimulatie zijn. Zijn de uitkomstmaten die gebruikt worden door de auteurs, die worden door de verschillende auteurs niet op dezelfde manier geïnterpreteerd. En daarnaast is er een,
is er geen consensus over wat eigenlijk een succes of een failure, een mislukking van de behandeling is. Waardoor je met eigenlijk dezelfde resultaten een andere eindconclusie wordt getrokken. Nou, welke parameters van NS heb je? Je hebt de waveform of golfvorm, je hebt het type, het type van de stroom, je hebt de frequentie, de faseduur, de intensiteit, de cycle, dus hoe je stimuleert, en de locatie, maple, en dat is weer maple specifiek, daar kom ik zo op. Dit zijn de drie bekendste wavevormen. Je hebt monofasisch, waar je eigenlijk één stimulatiepiek hebt. Je hebt bifasisch symmetrisch, waar je een plus en een min hebt, waarbij je als je met... het is belangrijk, bij stimulatie doe je altijd met twee elektroden. Je hebt één elektrode plus en één elektrode min. Bij monofasisch loopt die één kant op. Dan krijg je dus zo'n enkel blokje. Bij bifasisch symmetrisch loopt die eerst de ene kant op. Van deze naar deze. En dan gaat het stroom, draait de polariteit zich om. En gaat de stroom van de ene, van die naar die, gaat die van die naar die elektrode. En je hebt bifasisch asymmetrisch. Waarbij de stroom de polariteit omdraait. Maar de manier waarop gestimuleerd wordt, is voor de eerste keer is het een blokje. En de andere keer is het een soort afnemende curve. Dat heet bifasisch asymmetrisch. Je hebt twee verschillende manieren om de elektrische stimulatie eigenlijk te sturen. Je hebt constant voltage of constant current ampère. En dat wordt de achterliggende formule is daar Ohm's law. Je kan constant voltage houden. Dan hou je onafhankelijk van als dan je weerstand verandert, verander je ook je amperage, zodat je volt gelijk blijft. Of als je constant current doet, je houdt je current gelijk, maar als je weerstand dan verandert, dan verandert je voltage. En wat je ziet is dat de laatste tijd meer, omdat men eigenlijk wil dat je amperage, dus je aantal ampère, of je aantal stroom, dat je die constant houdt, dat je dan niet meer constant voltage doet, maar constant current. Die is dus nu... Die wordt nu eigenlijk steeds vaker of bijna alleen nog maar gebruikt in plaats van constant voltage. Dan heb je de faseduur en de intensiteit. De faseduur is hoe lang zo'n enkel pulsje duurt. En de intensiteit is welke amperage, dus welke stroomhoogte je hebt ingesteld. Dus de hoogte van het golfje of van het blokje. Nou, wat is nou het effect van het verandering van de pulsduur, als je die korter of langer maakt. Hier zie je de Li en Bax curve. En wat je daar ziet, is op de y-as zie je de stroomsterkte in milliampère. En op de x-as zie je de pulstijd. En wat je ziet, hoe groter, en daarnaast zie je de verschillende spiertypen, alpha beta, alpha delta, et cetera, zie je de verschillende spiervezels, zie je eigenlijk ingetekend. En eigenlijk hoe groter je de faseduur doet, hoe groter je de kans hebt om je pijnvezels of je gevoelszenuwen te stimuleren. Maar het grote voordeel van een lange faseduur is ook dat het dieper in het weefsel kan gaan. Een korte faseduur, die blijft vrij oppervlakkig, ga je dieper, ga je ook meer in het weefsel met het risico dat je wel eerder de gevoelszenuwen stimuleert. Wat ook wellicht weer gelinkt is aan hoe diep het gaat, hè? Daarnaast heb je de frequentie, is eigenlijk hoe vaak je dat ene blokje, hoe vaak je dat herhaalt per seconde. Dus de tijd tussen het begin van het ene blokje en het andere blokje, één gedeeld door de frequentie. Dus als je iets 10 keer herhaalt per seconde, als elk pulsje om de 0,1 seconde komt, is je frequentie 10, want je hebt er 10 per seconde. Wat is het effect van frequentie? Het effect van frequentie is hoe de patiënt de stroom voelt. Als die laag is, voelt het als een soort tikken. En hoe hoger het wordt, hoe minder. En als die stimuleert met 1 hertz bijvoorbeeld, kan de spier even aanspannen. Weer ontspannen, aanspannen en ontspannen. En op een gegeven moment
Hoe hoger de frequentie wordt, komt hij in een soort duur dat hij niet meer helemaal kan ontspannen, maar nog de hele tijd een beetje. En als je boven de 35, 36 hertz gaat, dan komt de spier in een soort tetanische contractie. Dus spant hij eigenlijk, is de stimulatiefrequentie zo hoog dat de spier helemaal niet meer ontspant. En als je dus lager gaat dan 35, dan heeft de spier ja, steeds meer tijd om tussendoor nog even te ontspannen. Dus afhankelijk van wat je wilt bereiken met de elektrostimulatie, kan je beter het tikkende doen of de tetanische, gewoon de volledige contractie doen. Als laatste heb je nog de werkcyclus, waarbij je een fade-in kan kiezen. Dus hoe je de stroom op laat komen. Een hold time, wanneer je hoe lang je hem op zijn maximum ingestelde amplitude houdt. En een fade-out, de pauzetijd. En dat kan je dus een x aantal keer herhalen, de number of cycles. En ook daar weer zet je eigenlijk de amplitude van de stimulatie. Dat is dan de hoogte van het blokje. Het mooie is van Maple dat met die andere elektrodes kan je alleen van die twee grote platen of van ring naar ring, waar je eigenlijk de hele bekkenbodem stimuleert. Maar met de Maple kan je heel specifiek kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, ik doe alleen de twee bovenste ringen, dat je alleen diep stimuleert. Of je kan zeggen, oh, ik wil bijvoorbeeld alleen de voorzijde en de linkerzijde wil ik stimuleren. Dan pak je alleen deze en deze bijvoorbeeld. En daardoor kan je echt je elektrostimulatie heel erg goed richten waar bijvoorbeeld de overactiviteit of onderactiviteit van de pijn is. In plaats van de hele bekkenbodem te stimuleren. Dus echt targeted elektrostimulatie. We hebben hiervoor een aantal richtlijnen geschreven. Nou, hier zie je in het klein zie je dat we op basis van de spierdysfunctie is er sprake van onderactiviteit, overactiviteit, of urgency frequency, overactieve plaats of pijn. Hebben we voorgestelde faseduur, frequentie, de opzet van de behandeling, welke elektrodeconfiguratie je kan gebruiken, tot hoe hoog je hem op moet draaien en een aantal opmerkingen. Naast een soort richtlijn voor elektrostimulatie voor therapie hebben we nog een aantal. Aan de meetkant hebben we een Maple meetrichtlijn. Dus hoe doe je nu een standaard meting, hoe voer je die nou uit die je kan gebruiken voor de beoordeling of voor de voortgang van een patiënt, om het EMG daarvoor te gebruiken. Daarnaast voor de interpretatie hebben we een aantal documenten. De grid uitgelegd hoe het grid werkt met verschillende zijdes, verschillende dieptes. En de twee kleurschalen die we gebruiken voor de visualisatie. De spieren in het grid die jullie zojuist hebben gezien. En ook hoe kan je nu het beste de grid en de grafiek interpreteren. Maar daar kom ik zo op. En voor de therapie naast de elektrostimulatie hebben we ook nog een richtlijn voor biofeedback. Van hey, welke oefeningen kan ik nu met de Maple doen voor welke spierdysfuncties. Nou, er zijn eigenlijk voor de interpretatie zijn vijf vragen belangrijk. De eerste vraag is, hey, wat zie ik in de grafiek? Daar kom ik zo op. Wat zie ik in het grid en waar? Wat is de relatie tussen de rust, MVC en endurance? En als je dat gedaan hebt, dan van ja, hoe kan ik nou de observaties die ik gedaan heb linken aan de klachten? En welke spierfunctie wil ik verbeteren? Dat kan ik het beste uitleggen met een casus. Dit is een casus van een vrouw, ze is 27 jaar, heeft hele zware schade na geboorte en ze is zwaar fecaal incontinent en dit is een anale meting. Hier zie je een screenshot van de software van de Maple die op een iPad draait. Rechts zie je de grafiek en links zie je het grid. Rechts is eigenlijk wat je zou meten met een normale, met een bipolaire zonde. En die grijze, je ziet wit en grijs. Tijdens het grijze moest de patiënt aanspannen en in het witte weer ontspannen. En wat je ziet, aanspanning en ontspanning, ze kan redelijk snel aanspannen en redelijk ontspannen. Hij lijkt iets vertraagd, maar verder, ja, het is wel wat hoger, het is niet heel onrustig, dus het ziet er wel oké uit. En dit is wat je eigenlijk, het klopt niet helemaal, maar dit is eigenlijk wat je zou meten met een conventionele probe. Het lijkt wel oké, ze kan aanspannen, ze kan ontspannen. Maar als je dan naar het gedifferentieerde Maple-meting kijkt, en het screenshot is genomen terwijl die patiënt aanprobeert te spannen. En wat je daar ziet is, in de absolute waarde, 0 is geen activiteit en zwart is veel activiteit. Wat je daar eigenlijk ziet, en dit is een anale meting, is dat eigenlijk maar... Dat ze maar met een heel klein deel van de bek en bodem, namelijk dat het zwarte, in het midden, wat
de linker en de onderzijde van de pubrectaal, of de achterzijde van de pubrectalis is, dat ze eigenlijk alleen maar daarmee aanspant en dat de rest van de spieren, je verwacht ook aan de buitenste ring, de externe anale sphincter, nou, daar zie je bijna geen activiteit in vergelijking met de pubrectalis. En ook diep bij de iliopubococcygeus zie je eigenlijk bijna geen activiteit. Nou, wat uiteindelijk bij deze patiënt is gediagnosticeerd, is dat er sprake was van zeer zware zenuwschade aan de rechterzijde van de bekkenbodem en ook in de diepere zijdes van de bekkenbodem, waardoor eigenlijk de innervatie volledig weg was. Dit is een andere casus, ook weer fecale incontinentie van een vrouw 75 jaar. Ze was fecale incontinentie met een Bristol Stool Scale van 5 voor al een aantal jaar. Ze had de incontinentie in combinatie met aandrang, maar ook dat ze het eigenlijk niet aanvoelde komen. Gravida 2, nou, ze is verder gezond en leeft onafhankelijk, dus actief en dat wil ze graag zo blijven, maar ze wilde van de incontinentie. Nou, hier zie je twee shots van eigenlijk na contractie en tijdens van na de contractie en tijdens contractie. Je ziet eigenlijk het linkerplaatje dat de rust die is gewoon vrij goed. Het is evenredig, het is een rustig beeld. En als je eigenlijk ziet als ze aanspant, zie je dat ze vooral met de diepere delen met de iliopubococcygeus en de puberectalis aanspant. En dat de externe anale sphincter in vergelijking met rust en in vergelijking met de andere spieren tijdens contractie, dat die eigenlijk achterblijft. Nou, wat is bij deze dame gedaan? Is een frequentiestimulatie gedaan van 50 hertz met 300 microseconden met een werkrustschema van 2 seconden fade in fade out. Houdtijd van 4 seconden en een pauze van 8 seconden. Dat is 40 keer herhaald voor een aantal sessies. En dat hebben ze gedaan op 4, 5 en 5, 6. Dus eigenlijk in het oppervlakkige deel van de bekkenbodem. En ze moest de stimulatie moest ze voelen en daarbij op die locatie proberen aan te spannen. Dat was de instructie. En dit is het resultaat na een aantal keer stimuleren, waarbij je ziet in vergelijking met het plaatje wat we net zagen, is dat ook oppervlakkig er eigenlijk veel meer activiteit te zien is. En daarnaast, dat is heel leuk, dat de EMG-verhoging of verbetering zoekt wat je wil. Maar uiteraard is het belangrijk wat de patiënt ook geërvaard heeft. En dat was namelijk ook dat de klachten waren voor deze patiënt zwaar verminderd. Zij was zeer tevreden. Hiermee ben ik eigenlijk aan het eind gekomen van deze presentatie. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Hieronder zijn ook mijn contactgegevens te vinden. En er is volgens mij ook nog tijd voor vragen zo. Dank jullie wel.